Hoi iedereen, leuk je weer kijken naar mijn kanaal Bokoro. Ik ben natuurlijk Bo en vandaag ga ik een keertje een dag uit mijn leven voor jullie filmen. Het is nu natuurlijk geen ochtend meer, dus ik begin niet helemaal vanaf de ochtend. Zoals je ziet heb ik mijn haar en make-up al helemaal gedaan. En straks ga ik even met mijn moeder en broertje naar een kledingwinkel. We gaan daar even wat kleren kopen voor mijn broertje Sam. En misschien ga ik ook nog wel iets passen of kopen, maar dat zie ik daar wel. In ieder geval, doe alvast weer een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan ga ik nu eventjes naar beneden om mijn schoenen aan te doen. En mijn jas, of nou, ik weet niet of mijn jas aan gaan doen. Het is best wel lekker weer op zich. Het is op dit moment 23 graden en ja, dat kan ik op mijn horloge bekijken. Het licht is hier super mooi op de overloop. Oh, dit is een beetje te fel. Hier is het wel mooi. Ja. Wel pretty. Dit is mijn outfit van vandaag. Dit is een trui. Die heb ik gekocht in Gran Canaria. Die heb ik alweer een jaar, denk ik. Er staat You Ruined My Life. En deze zwarte high-waisted broek met kniescheuren. En nu ga ik echt naar beneden mijn schoenen aantrekken. En dan gaan we vertrekken. Hé, dat rijmde een soort van. Nou, ik heb mijn schoenen aan. En Sam heeft dezelfde schoenen als mij aan. Wat barbaars. Dit is Sam, mijn broertje. En we gaan dus kleren voor hem kopen. Ja. Hij gaat wel een weekje naar Engeland. En dan gaat hij naar een... school waar die een uniform aan moet. Dus we gaan een netpak kopen. Nou, we zitten in de cabrio, dus we gaan het dak open doen. Wat niet werkt. Als iemand nog wil zien hoe dat gaat, is dit je kans. Zo gaat dat. Zo, en nu is het dak eraf. Sam waait dadelijk weg in de achterbank. Of achterbank, achterbank. Want als je achterin zit, krijg je heel veel wind. En nu gaan we naar de kledingwinkel. Hè Sam? Ja. Ik heb Sam's pak gevonden. Ik vind het mooi. We zijn op zoek naar een zwarte broek, maar geen spijkerbroek. Dat is nog best lastig. Dan moet je zeg maar zo'n broek hebben die je bij een pak aandoet. Maar ja, dat kan je niet zo makkelijk vinden. Sam heeft een broek gevonden in het hok. Gordijn dicht, tot zo. Nou, hij heeft nu toch een andere broek gepakt. Want de ene was een beetje gekreukeld en dat moet je natuurlijk niet hebben. Want hij gaat naar een soort kostschool. Oh, het is geen kostschool. Wat is het dan? Gewoon een school. Het is gewoon een school, maar wel een school waar kinderen een uniform dragen. Sam die gaat dus op uitwisseling. Daarom moeten de uitwisselingleerlingen ook netjes eruit zien. En hoe zit de broek? Oh, de broek zit goed, jongens. Ik herhaal. De broek zit goed. Nou, prachtig. Hij zit goed. Maar nu moeten we naar een overhemd zoeken. Dus kom even mee. Dit is een primeur, want ik en Sam hebben een selfie gemaakt. Nou, Sam wil nooit met mij een selfie maken. Alleen het hondenfilter deed het niet op Sam's hoofd op een of andere reden. Nou, kijk eens hoe netjes hij eruit ziet. Dit is Sam's schooluniform. Alles gaat weer fout. Nou, ik heb je nog nooit zo netjes gezien. Nou, Sam, wat is je eer? Jawel! Zonder is het wel leuker, dat wel. Dus dit wordt je schooloutfit. Je overhemd moet dan in je broek, hè? Ja, dat is best anders. Nou, je bent echt een nette Engelse schooljongen. Nou, de broek en het overhemd hebben we in de pocket. En wat moeten we nu nog hebben? Niks. Jawel. We gaan naar de schoenenafdeling. Ik ben gaan zitten, want ik ben het helemaal zat. We kunnen geen goede schoenen vinden. Want de schoenen mogen geen witte zool hebben. En het mogen geen sneakers zijn. En het moet heel netjes zijn. En er is niet heel veel keuze hier. Nu zijn we het zat. En gaan we hier slapen. Doei. Sam kan geen veters strikken. Dus hoe moet zij de schoenen aandoen? Omdat hij geen veters kan strikken. Hij past nu twee schoenen. Ik vind de hele zwarte nog wat leuker. En ook wat netter. Ja. Laat even weten wat jullie vinden. Ik heb Sam's nieuwe jas gevonden. Ik ga Sam laten schrikken. Ja! Zag je gewoon, dat is een schroekje. Een tasgroekje. Sam heeft alweer het eten gevonden hoor. Hij zit gewoon overal, staat van die hapjes en hij zit overal, zit hier gewoon wat te graaien. De laatste tijd vind ik dit echt heel erg leuk, van die t-shirt jurken. Deze is wel veel te groot voor mij, maar hij is wel leuk. Nou, Sam is geslaagd met de kleding en we staan nu bij de McDonald's. Die zien jullie hier achter mij. En we gaan even wat eten of drinken of ijsje halen of I don't know. Nou, kies hier opeten. Wat wil je hebben? Sam gaat aan de patat. Een Mac-wrap. Holy mustard of oh, dat is hetzelfde. Nee, ik wil een. Hoe maakt het überhaupt uit? Toch de Mac-croquet in plaats en van. Een ijsje. Ijs frappé. Witte chocola van boven. Klein, ik neem een kleine. Kies waar we gaan zitten. Is het om de drie? Bij Playland. Nee, niet bij Playland. Wil je nog spelen? Ben je nog een klein kindje? Oh, wat schattig. De bestelling is gemaakt. En nu komen ze het brengen. Je hoeft niet meer te wachten. Nee, je hoeft niet meer te wachten. Dat is tegenwoordig komen ze het gewoon brengen bij je tafel. En ze hebben glutenvrije hamburgers. Glutenvrij. Ja. Eet smakelijk. Jouw iced frappé. Yes. En ijsfrappé voor iedereen. Nou, Sam, proef de nieuwe ijsfrappé. Wat vind je ervan? Ik vind hem heel lekker. Ja? Mooi. Wat ga je nu nou precies doen met uitwisseling? Ja, we gaan naar een paar museums.
Musea. Musea. Oh. En we waren naar een Engelse school, dus we blijven bij een Engelse familie. Ben je nou een beetje vrienden met de uitwisselstudent? Nee. Nee. Sam is geen vrienden. Nee, maar het is ook een meisje. Sam haat meisjes, nee. Er zitten voor mij ook stukjes witte chocola in. Wel lekker. Wij gaan Sam natuurlijk wel een beetje missen als hij dadelijk op een week lang weg is. Ik niet. Sam mij ook niet, toch? Oh, toch wel. En mij? Sam heeft voor mij nog nooit bij iemand anders ook gelogeerd, of wel? Wel. Ja, maar bij een vriend. Vrienden. Nee. Dus dat is een spannend moment voor Sam. Nee hoor. Trouwens. Oh, toch wel? Sam is nooit zo van het logeren bij vrienden. Dus dit is, ja, dit is niet echt. Ik ook niet, maar dit is niet echt een vriendin. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje hetzelfde idee. Ik was wel van het logeren, alleen dan bij mij thuis, niet bij iemand anders. Ja, ik ook. En Sam ook. Sam heeft ook best wel veel gelogeerd met vrienden bij ons thuis. Maar wij gingen alleen nooit ergens anders heen. Ik weet niet, dat vinden we niet leuk op een of andere manier. Jullie vinden het veel te leuk thuis. Ja hoor. Altijd. Nou heb ik een ice frappé besteld en dan gaat Boom opeten. Dat is niet helemaal de afspraak. Drinkt hij op? Ja, melk heb ik nu. Ja. Ja. Dat is toch niet eerlijk? Oh jee. Ruzie in McDonald's. Nou, we gaan weer weg bij de McDonald's. Doei McDonald's. En nu is het dus weer tijd om gewoon naar huis te gaan. Nou, ik ben weer thuis en ik ben momenteel eventjes bezig met kleding en alles uitzoeken. Ik ben heel veel van mijn kleding aan het verkopen omdat ik echt ontzettend veel kleren heb die ik niet meer aandoe. Deze stapel kleren die hier liggen ga ik allemaal verkopen. Of tenminste, die staan zelfs al te koop. En dit is mijn kast zelfs. Zoals je ziet, heel veel kleren. Vooral deze afdeling noem ik het maar even. Dit zijn dus allemaal shirts en truien erachter. En dit zijn broeken. Hier valt het dan op zich nog wel mee. En daar hangen jassen en zo en daar nog een paar truien, maar die gaan denk ik ook weg, want die draag ik ook niet echt meer. Ik verkoop mijn kleren onder andere op Depop. Dat is een hele handige app om kleding te verkopen. En zoals je ziet kan je hier heel veel van mijn kleding zien die ik verkoop. Dus als je interesse hebt om iets van mij te kopen, neem even een kijkje op mijn Depop profiel. Ik heet Bokado, zoals je hier ziet. En de app heet Depop. Dus als je dan iets leuks ziet, bijvoorbeeld een leuk shirt dat je graag wilt hebben van mij, dan kan je dat vragen en dan kan je mij even een privéberichtje sturen op die app. En dan reageer ik. En dan kan je hem kopen. En dan kan je er ook nog handtekeningen en stickers bij krijgen als je zou willen. Ik zit er ook aan te denken om mijn kleding, om dan een Instagram account aan te maken. En dan daarop mijn kleding te gaan verkopen. Want heel veel mensen die hebben geen Depop of die weten niet hoe het werkt of kennen het niet. En Instagram heeft vrijwel iedereen en dan kan ik gewoon mensen via mijn Instagram doorsturen naar het Instagram profiel. En kunnen ze daar kleren van me kopen. En dan denk je misschien van, hé Bo, je kan helemaal geen dingen verkopen op Instagram. Dat klopt, maar ik kan wel gewoon een foto erop zetten en dan zeggen van, ja, stuur me een privéberichtje als je ze wil kopen. Dus zo zou ik het ook kunnen doen. Laat even weten of jullie dat een goed en handig idee vinden. Want ik zat eraan te denken en eigenlijk is het denk ik best wel handig om te doen. Want ik kan het wel allemaal bijvoorbeeld op Marktplaats of zo kan ik het ook nog zetten. Maar daar staat zoveel op en daar zijn niet echt veel mensen geïnteresseerd in mijn kleding. Terwijl jullie, mijn volgers, vinden het misschien wel heel leuk om oude kleding van mij te dragen. Want nee, heel veel kleding is trouwens niet eens oud. Er zitten ook gewoon nieuwe dingen bij die ik nieuw heb gekocht en nooit heb gedragen. Dus daarom vind ik het ook altijd wel leuk om mijn kleding dan aan kijkers te verkopen. Dus ja, laat even weten of jullie dat een goed idee vinden van dat Instagram profiel. Ik vond het zelf op zich wel een goed idee. En ik ben nu eventjes foto's dus aan het maken. Onder andere van deze trui die ik ga verkopen. Ik vind hem niet meer leuk. En dan ga ik even verder met dit allemaal online zetten. Bart is ook gearriveerd. Die zit daar achter de computer. En hij is eventjes bezig met de time capsule. Dat is dit ding. Dit is dus een router. Ja, en alle foto's. Hier zijn even heel veel oude foto's op. Hier staan al onze foto's op die wij hebben gemaakt. Van 2000 tot nu. Er staan foto's van 2001 tot nu. Dus eigenlijk heel mijn jeugd staat op dit ding. En als dit ding kapot is, of als de foto's daar ineens van weg zijn, zijn dus al mijn jeugdfoto's weg. En heb ik geen foto's meer van mijn jeugd. En dat is natuurlijk niet echt heel fijn. En dat was een heel drama. En we dachten heel even dat er geen bestand meer op stond. Maar gelukkig is dat niet het geval. Dat is wel het gevaar natuurlijk aan technologie. Ik bedoel, kijk, als je het allemaal in een fotoboek doet, kan je het fotoboek kwijtraken natuurlijk. Maar je raakt denk ik minder snel een belangrijk fotoboek kwijt. Want dat bewaar je altijd wel goed, neem ik aan. Op zo'n router of een harde schijf kan zomaar ineens kapot gaan. En dan zijn al je bestanden weg. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus op zich zijn fotoboeken nog steeds eigenlijk wel beter. Ook al kan je dat kwijtraken, maar dat raak je denk ik minder snel kwijt. Heel verhaal, maar nu ga ik even verder met mijn kleren. En ik ga nu even Wart helpen die mijn hulp nodig heeft. We hebben hier een heel licht festijn. Want deze meneer hier, die gaat de video opnemen voor zijn eigen kanaal.
Oh. Ik weet niet of deze video al online is als jullie deze vlog kijken. Het zou zomaar kunnen, maar misschien ook niet. Kijk naar dan, jongens. Zit een beetje een mooie belichting zo. Je moet wel voor die lamp gaan zitten. En de lampen moeten hoger, want je hebt nu een beetje schaduwen. Wat voor video ga je opnemen? Dat ga ik laten zien. Oh, dat gaan we nu laten zien. Een iPhone 7 Plus unboxing. Hij is mooi, hè? Hij is zwart. Ja, we moeten nog zien of hij mooi is. Ik heb nu deze. Ik heb ook dus de iPhone 7 Rose Gold. Ik twijfelde heel erg of ik weer een keertje zwart wou of Rose Gold. Tof voor Rose Gold gaan. En het is toch best wel mooi als je het zo ziet. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nou jongens, dat was alweer de vlog van vandaag. Doe natuurlijk weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken naar deze video. En tot bij een volgende video op mijn kanaal. Bye bye!